De afgelopen dagen hadden we nog te maken met prachtig lenteweer en temperaturen tot zo'n 20 graden. Maart verliep zelfs record zonnig, maar er komt een grote weeromslag aan. Vanaf donderdag dan stroomt er namelijk koude lucht vanuit het noorden het land binnen. En dit gaat gepaard met neerslag, en niet alleen in de vorm van regen, maar ook in de vorm van natte sneeuw. En dat kan bijvoorbeeld al tijdelijk blijven liggen op bijvoorbeeld je grasveld of je auto. Op de wegen zal het eerst nog moeilijk blijven liggen, omdat er toch nog wel veel warmte in de grond zit. In de namiddag en avond begint de temperatuur steeds verder te dalen richting het vriespunt. En dat betekent ook dat de sneeuwfractie in de neerslag groter wordt. Daarnaast neemt ook nog eens de intensiteit van de neerslag toe, waardoor op steeds meer plekken een sneeuwdek gevormd kan worden. Ook op de tegels in je tuin en bijvoorbeeld op de weg. In de vroege ochtend van 1 april, geen grap, ligt er waarschijnlijk op grote schaal een sneeuwdek van meerdere centimeters. Ja, dit is toch wel een bijzondere weersituatie die naast overlast waarschijnlijk ook voor prachtige beelden gaat zorgen.